Momento, die gaat wel lekker. Ik weet niet, man. Ik zou lekker gewoon gaan als ik hem was, man. Ja, zou hij gewoon blij zijn of zou hij misschien denken maar hij van... Lijkt me juist, hij lijkt me juist die aardige guy die zegt van... Oh nee, zo jammer voor jullie. Ja, hij lijkt me toch maar, die guy. Hij pakt zijn phone uit zijn bericht en denkt... ja toch, moeha. ja, ik weet niet. Maar ik denk natuurlijk wel dat hij ook een beetje denkt van... Zie je? Even die duivel zo lachen snel. Tuurlijk. Maar ja, ik bedoel van RTL had, naar mijn mening destijds gewoon te snel gehandeld. Gewoon zag even een... Dalingen dachten meteen van, hij moet eruit, snap frisse wind. Die frisse wind heeft niks gedaan, het ging alleen maar lager, snap je? Dus, is jammer, man, is jammer. Dat is gewoon die hele shit, toch? Stay loyal, gewoon. Dat is sowieso, man. Never change your winning team. Or a slightly dying team. Snap je? Toch, als het even misgaat, moet je gewoon... Maar ook steeds... echt abrupt, gewoon van boom, vanavond laatste uitzending, we kappen ermee. Niet ja, even klopt. Deze week maken we af. Nee, gewoon vanavond de laatste. Jammer, op een maandag zo is. Stop op een maandag, dan ben je echt boos, man. Ja, man, maar je moet berekenen, ze hebben dit sowieso weken in de planning, snap je? Nu brengen ze gewoon van boom. Ja. Maar het ligt sowieso niet. Ze hebben niet gisteren verzorgd van, we gaan morgen stoppen. Nee, zou een week kunnen afmaken met een aankondiging, zodat je even die kijkcijfers meepakt, toch? Of je pakt die ene dag in de week en dan nog één keer even advertenties gek stekken. Ja. Iedereen hoort het vandaag als een bom, dus ga vanavond kijken. Gaat die dingen krijgen? Ik zeg je eerlijk, het trekt me nog steeds niet om te checken, man. Het zou echt fucking zijn als we vanavond ook gewoon geen cijfers kijken. Ik ben eerlijk gezegd wel bezig met een soort van project door Late Night. Ik zat daar met broer en zus van een zinloze geweldslachtoffer van Lucas, jongen uit de buurt. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij is er wel wat goeds uitgekomen. Want ik ben nu wel bezig met een project voor die mensen. Ja, dope. Ik ben geïnspireerd geraakt. Ja, man. Ja. Dus ik moet wel zeggen dat toen ik dat dacht van... Oh, dat is wel zonde. Want dat is wel een mooie plek dat zulke dingen gebeuren. Dat mensen naast elkaar random worden gezet en uiteindelijk connecten, toch? Dat zeker. Nu moet jij het doen in je live. Ja. Let's get it, man. Fano. Let's get it. Iedereen RTL Late Night taggen onder de Fano's laatste post. Ja, man. Let's get it, guys. Op de toekomst. Maar jij bent ook door hem geïnterviewd. Hoe was dat? Je oog, tenminste, het oogde ongemakkelijk. Hij wist niet echt wie jij was en jij probeerde een soort van uit te leggen wat er was. En de rest van de tafel deed je ook weer veel te blij. Ik vond gewoon dat ik daar kapot had gemurderd. Ga ik gewoon eerlijk zeggen. Ik vond gewoon dat ik gemurderd had en ik ging gewoon lekker. Ik had inderdaad door dat hij de fok niet wist wie ik was. Ja. Dat hij volgens mij die middag had gehoord van zijn dochters wie ik was. Ja, whatever man. Ik zeg je eerlijk, dat is nog steeds gewoon het geval voor ons, toch? Als urban artiesten, zeg maar. Als je bij zo'n toch wel witte talkshow komt, zeg maar. Ja. Dan is het gewoon, whatever man. Ik gebruik gewoon mijn platform. En als hun kinderen mijn shit en vrouwen mijn shit luisteren, dan is het goed, toch? Ja, maar dat was dan weer het grote verschil met Humberto, toch? Die had wel een soort link met heel veel. Met jong, met oud, urban, met rock. Die had een soort van connectie met alles. Of althans, het voelde alsof hij een connectie had met tuurlijk, alles. Natuurlijk, hoe hij met broederliefde daar danste en shit, toch? Dat zie je. Ik weet niet eens, ik weet even niet hoe die andere guy heette, maar dat zie ik hem niet doen. Hoe? Twan. Ja, Twan. Twan Huis, ja. Oh, doet hij dat niet? Wordt er wel opgetreden daar? Nee, hij wordt wel opgetreden, maar hij gaat niet. Hij staat niet. Maar ook niet door een broederliefde, hoor. Of een Frenna of een Jonah. Oh. Door gewoon anderen. Ja. Ja. Davina Michel. Wie? Davina Michels. Oh ja. Douwe Bob en zo. Douwe. Bijvoorbeeld. Okay. Douwe. Ja.